Dag Erik. Dag Willy, welkom op de Belgian Boat Show, stand nummer 5133 in hal 5. En u staat hier met een reden, hè? Iets moois aan te bieden. Oh, wel, het doet mij plezier dat jij dat mooi vindt, inderdaad. Wij gaan met twee zeilboten volledig rond de wereld varen. Wij zijn de Rat Race beu en wij stoppen er gewoon mee en we vertrekken. Dat is niet eenvoudig, hè? Gaan ze u gewoon leven aan de kant schuiven en zoiets gaan doen? Vraagt dat een beetje tijd? Hoe lang is daarover nagedacht? Ah, wel, het hangt er vanaf. Ik weet niet juist waar dat je het beginpunt moet zetten, maar ik droom daar al 30 jaar van. En we zijn daar concreet over beginnen spreken 2 jaar geleden, of 1,5 jaar geleden ongeveer. Het begint te naderen, het begint altijd maar concreter te worden. En we hebben nu onze website nog maar pas opgezet. En we hebben dan op korte termijn beslist om hier een stand open te houden op de Belgian Boat Show. En we zijn zeer aangenaam verrast van de interesse die we daarmee mogen oogsten bij de mensen. Die blijkbaar voornamelijk getroffen worden door dat gevoel van ja, dat wij alles achterlaten. Dat we alle zekerheden achterlaten. We hebben ons werk opgezegd, we hebben een huis verkocht. En men vraagt ons van ja, en als je terugkomt achter 3 jaar, wat dan? Ja, dat weten wij nog niet. En de mensen vinden dat, zij worden daardoor geïntrigeerd dat wij die zekerheid achterlaten. Ik hoor de passie in de mens en ik hoor daarnet ook van mensen rond u hier die erbij betrokken zijn. Het gaat niet over geld, over kapitaal. Het gaat gewoon over mensen laten genieten. Ja, inderdaad. Ja. Dus voor ons is het een oude droom. En ik stel vast dat veel mensen met dromen rondlopen. Maar men heeft allerlei uitvluchten waarom dat die dromen niet kunnen waargemaakt worden. Men heeft, ja, die kinderen zijn te klein, die kinderen zijn dan te groot. Ja, dan kun je niet meer weg, want die kinderen die studeren en die gaan trouwen, dat kun je niet meer weg, want ze hebben kleinkinderen. En daarbij hebben we geen tijd en daarbij we hebben ook geen geld. Dus geen geld, dat komt dus bij alle dromen, is dat overal dezelfde dooddoener. Hè? Maar ik heb mij gewoon voor mezelf voorgenomen, van kijk, dat zijn allemaal uitvluchten en we doen het toch. Ik heb daar ook geen geld voor, we doen het toch. Punt. En we zullen wel zien. Ja. En u doet het met twee boten eigenlijk, een grotere en een kleinere. Wat gebeurt met de ene, wat gebeurt met de andere? Ah, wel, dus het feit dat we met twee boten zijn, is voornamelijk omdat mijn zoon is ook schipper. En hij is 20 jaar, maar hij heeft al heel zware brevetten op dat gebied. En die wil dat eigenlijk doen als loopbaan. Die wil dus een loopbaan als jachtschipper. Wij dachten dat ideaal was voor hem om zijn carrière zo te starten. Van kijk, dus als hij 23 jaar is, zal hij kunnen zeggen dat hij al als schipper volledig rond de wereld gezeild heeft. En dus de twee boten die we hebben, dat zijn alle twee hele mooie Franse boten. Anders dan de meer eenvoudige boten die het meestal voor low budget charter gebruikt worden. De ene is een Dufour 45 Classic met 8 slaapplaatsen. Dus we hebben 6 plaatsen voor gasten mee te nemen. En de andere is een Beneteau 57, een hele chique boot met 8 slaapplaatsen voor gasten en nog 2 voor de bemanning. En die hebben een speciale naam, hè? En die hebben een speciale naam, dus de eerste boot is een Dr. No, inderdaad, genoemd naar een James Bond film. Die boot hebben we al 6 jaar. We hebben dan lang gezocht achter een naam voor de tweede boot en het is Le Grand Bleu geworden. Omdat het is een grote boot, voor mij toch, het hangt er vanaf wat je gewoon bent natuurlijk. Voor mij is dat een hele grote boot. Het is dat blauw? En het is een blauwe, dus hebben we gezegd, we noemen hem Le Grand Bleu. En u start dan ergens op een of andere plaats. Van waar vertrekt u? Le Grand Bleu vertrekt in Athene op 1 april, in de paasvakantie. En de Dr. No vertrekt in Oostende op 1 juli. Wij schuiven beiden langzaam op en wij ontmoeten elkaar begin augustus op Ibiza. Vanaf daar varen wij samen rond de wereld. Ja. En elke boot gaat zijn eigen gang? Nee, we varen samen. Vanaf daar varen wij samen. De bedoeling is eigenlijk om gans de wereld rond te varen? Inderdaad, wij nemen 3 jaar de tijd om volledig rond de wereld te varen. Dat is de gemakkelijke route via het Panama-kanaal.
Altijd mooi weer, altijd de wind van achter. En dus de gemakkelijke, de minst avontuurlijke route, ik zal het zo zeggen. Kunnen mensen opstappen en afstappen waar ze willen? Inderdaad, dus wij bieden aan dat mensen kunnen voor een week of voor twee weken of voor langer kunnen meevaren om samen met ons te genieten van de reis. Zij mogen dat doen zoals dat zij willen. Willen zij gewoon chillen, zoals dat de jonge gasten dat noemen, en gewoon genieten van de rust, dat mag. Willen zij actief meezeilen, dat mag ook. Willen zij gewoon leren zeilen, omdat ze daarna willen een brevet behalen of zo, dat kunnen wij ook voor zorgen. En voilà, dat zijn al de mogelijkheden.